Een hele goede morgen deze zondagmorgen. Welkom bij de Stofjes en het is een zonnige morgen. Welkom allemaal, zondagmorgen mijn praatje. Oh. Lekker weer, kun je zien, achtergrond, zonnetje, heerlijk. Alleen ja, vanmiddag wordt het waarschijnlijk weer ruk, maar goed. Hey. Vier rondjes vandaag weer. Lekker. Tijd laat ik me niet over beginnen. Was op zich niet verkeerd. Maar best wel vallig. Maar goed, maakt niet uit. Vier rondjes weer, voltooid. Klaar. Klaar. Nou. Hoppakee. Gisteravond eventjes uit geweest in Utrecht. Was lekker, was gezellig. Het heeft misschien ook wel een klein beetje daarmee te maken. We waren niet laat thuis. Ja, door de dag heen toch een paar biertjes op. Lekker eten. Dus afsluitertje nog een lekker kapsel gegeten. Maar die was overheerlijk. Die was echt lekker. En ja, dus wat dat betreft hebben we mij gisteren wel vermaakt. Dan hoop ik dat we dat vandaag ook nog kunnen doen. Met de voetbalwedstrijdje SV Venray. Moeten we nog eventjes pakken. Alles voor de stand. Boah, vorige week. Man. Dat was even een voetbalshowtje. Ze rollen 7-0. Carrie, dikke duim nog. Zuiver hat-trick. In 1,5, 3 keer scoren. Zuiver hat-trick. Ja, het was gewoon was voetbal lesgeven aan de familie Zilvolde. Volgend jaar zijn ze niet meer actief in de competitie. Ze gaan ermee stoppen. Tenminste om hoog te spelen en te moeten betalen, geloof ik, of iets dergelijks, weet ik het wat. Dus ja, misschien dat ook wel een beetje mee te maken heeft, maar toch, dan nog. Boah, maar goed. Ja, ik ben onderweg naar de fitness. Ik ga nog even een rondje doen. Dat kan nog. Omdat we natuurlijk nu niet zo ver hoeven te rijden, is wat tijd over. Nou, dan gaan we even naar de fitness. Dan gaan we eens even actief bezighouden. Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd daar geen moeite, maar er komen hier andere dingen tussendoor waar ik geen grip op heb. En dat gebeurt en dan moet je dat uiteindelijk gaan, ja, dan moet je uiteindelijk je fitness gaan cancelen. En dat is best wel vervelend, merk ik, want dan ga je dus, ik ga nu sporten. En morgen dan bij spreken. En dan wil ik dus woensdag weer om dan zeg maar, dat ritme te houden. En ik merk gewoon dat als je dus, en zeker nu op mijn leeftijd ook, als je dan zo actief bent met sporten, gaat natuurlijk ook met je spieren gaat dat anders werken. Die hebben gewoon dan uiteindelijk dat ritme nodig, blijkbaar. Want nou ook, dan heb ik dan niet gesport. Dan ben ik gisteren bij die dag geweest, daar heb ik ook iets anders meegemaakt. Een of ander soort massagebed waar ik op ga liggen, waar eigenlijk zeg maar, je hele rug gestretched wordt. Niet dat je aan je benen en armen gepakt wordt, zo met elkaar getrokken wordt. Dit is echt gewoon, dat was super en ik heb dat beleefd. Ik moet zeggen, ik kwam vanmorgen uit bed zonder maar één pijntje of iets dergelijks, lekker ontspannen. Dus het werkt wel. Als ik dat ding nog thuis had, iedere week minimaal één keer, twee keer erop gaan liggen, een half uurtje. Boah. Dat was goed. Dat is goed voor je rug. En, maar goed, dus dan heb je daar wat last van. En zeker als je dan zeg maar, maandag hebt gesport en je gaat dan de hele week niet tot weer zondag. Ja, ik merk gewoon dat mijn lichaam daar. Ja, wel op reageert in de zin van stijfheid. Ondanks dat ik dan zeg maar, met werk toch wel redelijk in beweging ben, blijkt dat dan toch. En zeker als je met bepaalde oefeningen in de fitness gaat beginnen, dan komt er gewoon een bepaalde druk op je rug en op je spieren terecht. Wat dan blijkbaar toch een effect heeft. Gaandeweg de week.
Dus ja, dat dus ongeveer. Maar goed, ja, het moet gewoon weer gaan oppakken. En dan kijken we wel. Tot mijn positieve schrik vorige week had ik me weer een keer gewogen. Na twee weken. En dat was een positieve verbazing. Was gewoon zomaar plots in één keer 2 kilo was eraf. Dus dat was wel een goeie. Ja, dan ben ik benieuwd wat er na gisteren en de rest van de week. Want van de week was het niet zo poeh. Ik ga even dit raampje opzetten, anders heb ik dadelijk allemaal vocht in de auto. Door mijn temperatuur nou. En de buitentemperatuur is natuurlijk met de zon is wel wat warm, maar... Vocht. Nou, goed. Dit was het dan weer voor deze zondagmorgen. Ik ga afsluiten. Ik ga nu even een rondje sporten. Vorige week was ik alles kwijt. Ik heb nu de bidon. Ik heb mijn oortjes opgeladen en wel. En, waar heb ik hem nou? Oh ja, en de loopband. Vandaag had ik het allemaal bij me. Jappie. Dus, spullen in de tas. En dan gaan we even een rondje sporten. Ik zou in ieder geval zeggen, tot de volgende keer. Even een duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Zie je volgende keer terug. En dan ga ik afsluiten met de hele bekende korte tjoe.